It's all about respect to me. Welkom bij deze bijzondere dag. Welkom bij de landelijke opening van Week van Respect. En er zijn mensen geweest toen. En er zijn mensen nu. Die de grens van de angst durven te overschrijden. En instaan voor elkaar. Voor een vredige samenleving. Dat is een wereld waarin niemand wordt vernederd. It's all about respect. Wij vinden vooral dat iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten. En als je dan praat over respect en in dat kader zitten we hier, dan is het denk ik heel erg belangrijk dat er ruimte is voor verschillende opvattingen op een respectvolle manier. Waar zijn jullie al vanaf 2015 al mee bezig? Nou, in 2015 mocht ik in Amsterdam het Mandela-huisje beginnen, in het centrum van de stad aan het IJ. En toen dacht ik wil die mooie serre die ik hier heb, wil ik 1 keer per maand gebruiken om elke maand denkers en doeners bij elkaar te halen. Dus we kwamen elke keer bij elkaar op een thema. En of dat nou duurzaamheid was, of diversiteit, of respect inderdaad voor de boze burger, of democratische waarden. Het bijzondere was dat alle mensen die daar echt mee bezig waren, of ze nou rechts of links of middenpolitiek georiënteerd waren, of wat hun achtergrond ook was, elkaar aan die tafel ontmoeten. En dan kwam iedereen met concrete maatregelen en we hebben een enorme lijst inmiddels. En daarna zeiden we, oké, nu gaan we het land in. Wat wij gaan doen is, we gaan een nationale respecttour doen, waarbij we per provincie, dus 12 provincies, in totaal 60 gemeenten aan gaan doen. Waarbij we schurende dialogen gaan organiseren, waarbij we verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar gaan brengen. Met eigenlijk onder het kaart van respect. Wat heeft er nou? Wat is nou belangrijk voor jou en wat is voor jou Nederland? En dat we ook gaan werken om 2021 het jaar van respect in heel Nederland te maken. En waarbij we ook hetgeen wat we hebben opgehaald aan willen bieden op de bevrijdingsfestivals aan het Nederlandse volk en op Koningsdag aan het Koningshuis. Waarvoor ik meer respect zou willen hebben, is dat we het verschil vieren met elkaar. Ik zou meer respect willen hebben voor de echte dilemma's, de dagelijkse dilemma's waar mensen tegenaan lopen. En dat er meer klank wordt, meer ruimtes komen waar we met elkaar over die moeilijke dilemma's kunnen praten. It's all about respect to me. It's all about respect to me. It's all about the R-E-S-P-A-C-T. It's all about